Ik ben een pleiter geschrokken. Ik zat in beelden terug te kijken van Halloween, Friday Night. En ik weet al wat, ik heb al in een folderboekje zitten kijken. En er wordt lekker andijvie, denk ik. Of het kan spinazie zijn, één van die twee. Omdat het anders echt zo laat werd, dacht ik, weet je, ik geef gewoon even snel. Tot nu toe, kijk naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pas, zoals iedereen weet. Ik ben een vakker. Ik ben dood en doodverrot. Maar oké, dat is mijn eigen schuld. Maar ja, in ieder geval, ik ga het klaarmaken om lekker koffie te nemen. Kan je eten te geven? Ja. Ja, je hebt ook honger, hè? Zo, ja, jongen. Zo. Kijk eens, jongen. Komt eraan. Ja, alsjeblieft. Zo, tussentijd zelf even koffie. Zo. Dan moet ik nog afwas doen, moet ik nog editen. Ik ben benieuwd hoe lang mijn vlog is eigenlijk al. Van deze. Maar in ieder geval even lekker koffie zetten. Zo. En dan wil ik wakker worden met een bakje koffie. Ik ben nog steeds moe, heel erg. Een klein beetje hoofdpijn, maar ja. Gewoon denk ik middag een dutje doen en dat komt wel goed. Hopelijk. Maar ja, rolgordijn in ieder geval open. Zo. Oké. En het enige wat ik moet doen is even lekker wakker worden. En koffie wachten. En ga ik nu even lekker editen, want ik moet echt hoop doen. En wil ik wel snel mogelijk af hebben van vandaag. Dus laten we even snel proberen dat het lukt. En dan ben ik een tijdje thuis. En dan ga ik zo meteen even lekker maffen. Even een slaapje doen nog, klein mine. Maar eerst even deze sap opdrinken. En dan ga ik even nog liggen. Want ik wil even nog slapen hebben, hoor. Ik ben zo verrot. Maar wat heb ik gisteren een leuke dag gehad. Ik ben een pleiter geschrokken die dag. Oh, ik hoop dat jullie in ieder geval ook leuk hebben gehad gisteren. Maar ik heb zo genoten. Ik denk dat jullie ook zo aan me konden zien dat ik deze dag zo heb zitten genieten. Ik ben daar nooit zo van, maar echt, als je tegen eng kan, is het aanraden om er ook hier heen te gaan. Geen promotie of wat dan ook. Dus weten jullie dat. In ieder geval ga ik nu maar lekker even een dutje doen. En dan, zien we voor de rest wel. Ja, ik weet wat we gaan doen, maar dat ga ik het meteen wel vertellen. Eerst in ieder geval even lekker even een uurtje dutten. En dan kijken we hoe de rest bevallen deze dag. Dat was even lekker potje sla, even uurtje dusje. Maar wat ik ook ga doen is even afwas en dingen hier weggooien. Zo. En ik heb nog iets wat weg kan. Hoppakee. En dan ga ik nog maar lekker afwas doen, want dat was ook nodig. Dus daar gaan we ook maar even aan beginnen. Dus ja, laten we dat maar even lekker doen. Zo, even dingen klaarleggen. Hoppa. Wat even dingen aan de kant. Dat ik even hier de afwas kan doen. Zo. En dan ga ik alle spullen pakken. En dan gaan jullie nu zien dat ik dat allemaal aan het doen ben. Dus laten we nu maar beginnen. Let's go.
alvast gedaan. Heerlijk gedaan te hebben. Allemaal keer zat ik beelden terug te kijken van Halloween, Friday Night. Dat ik daarheen ben geweest. Ik heb weer zitten genieten om terug te kijken. Ik weet niet of jullie het hadden kunnen zien, maar als ik zelf terugkijk, is het een klein beetje dat ik schrok. Niet zo super erg. Maar ik weet niet wat jullie van zeggen, maar ik vond het een beetje dat ik schrok. Niet zo super erg. Maar wat ik ook ga doen, ik ga even kijken. Maar voordat ik ga kijken, ga ik even iets omdoen. En dat is maar smart. Die had ik even afgedaan. Dat doe ik elke keer als ik ga afwassen, doe ik hem even af. Want anders moet ik hem echt de hele tijd schudden. En is hij wel tegen water dicht. Maar ik vind het toch wel fijner om even toch even alleen af te doen. Dus tussentijd ga ik even weer dingen achter de computer doen. Al heb ik wat dingetjes gedaan. Het is nu 2:30 geweest. Ga ik nu even nog wel even lekker relaxen. En ja, ik heb echt genoten van die dag gisteren. En ik hoop dat jullie een leuke vlog hebben gevonden van gisteren. Ik ga in ieder geval nu even lekker even weer genieten ervan. Even terugkijken denk ik weer. En het was een super leuke dag. En ik heb, ik hoop dat jullie leuk in ieder geval wel leuk vinden. Ik vind het in ieder geval zelf wel leuk. Om te ervaren, om de eerste keer Friday Night te gaan. Ik had al jaren had ik het al willen doen. Sinds ik had vroeger al met mijn ex al een keer willen doen. Ik noem geen naam voor de zekerheid, maar toen had ik al dat willen doen. En toch is een keer gebeurd dat ik erheen kon. En gegaan ben. Ja, ik ben zo blij ermee. Echt. Als je tegen één kan, is het wel aanrader om een keer heen te gaan. Je moet wel tegen kunnen. Ik zeg alvast, wel 16 plus. Dat heb ik al voorbij zien komen. Dat het voor 16 plus is. Niet jonger dan 16. Dus dat wil ik even wel meegeven. Dat je niet zomaar... dat wil ik even wat duidelijk even zeggen. Dus weten jullie dat. Ik ga in ieder geval even dingen achter de computer doen. Dus laten we dat maar doen. Dan is ineens 3:00, ga ik klaarmaken om naar de groep te gaan om geld te halen. En om eigenlijk boodschappen te doen voor de bovengroep. Dus dan ga ik een vestje even aandoen. En dan naar de supermarkt. Om even eten te halen voor de bovengroep. En ik weet al wat, ik heb al in een volle boekje zitten kijken. En dan wordt het lekker andijvie denk ik. Of het kan spinazie zijn, één van die twee. Maar ik denk andijvie, want daar heb ik wat even trek in. Zo, dus ik ga het even klaarmaken. Dus laten we dat even lekker doen. Tas mee. En dan go naar de supermarkt. Ja, laten we er even heen en weer gaan. En dan is het tussentijd al bijna 5:00. Dan ga ik mijn grote vriend Gaia eten geven. Want die heb ook honger. En dan ga ik daarna klaarmaken om naar de groep te gaan. Om daar even eten te maken. Andijvie. Ik heb er trek in. Zo, dan zet ik even deze aan de kant. Dan pak ik een bakje. Zo, hoppakee. En dan ga ik hem eten geven. Ik had nog een zakje, dat weet ik toevallig. Want gisteren had ik niet gegeven. Gisteren heb ik geen... Nee, brokjes gegeven. Omdat het anders echt zo laat werd. Dacht ik, weet je. Ik geef gewoon even snel brokjes. En daarna ben ik snel video's op mijn computer gedaan. En sindsdien ben ik gelijk gaan slapen. Die ook meenemen. Zo, die maar hierin. Maar normaal super leuke dag. Wel een vlog zoals jullie hebben gezien van gisteren. Echt genoten ook nogmaals. Ik kan het blijven zeggen, weet ik. Maar ik heb er gewoon van genoten. Gewoon die dag. Ben ik niet zo van attracties. En alle attracties binnen geweest. Maar ik heb wel leuk gevonden. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Je hoeft iets niet te doen, alsnog kan het leuk zijn. Je kan, vind ik wel even mee te geven. Je hebt mensen die je bijvoorbeeld zeggen van dat ze iets niet leuk vinden, omdat je houdt niet van attracties. Ga gewoon mee, het kan alsnog leuk zijn. Gaat om een gezelligheid en plezier. Allerbelangrijkste wil ik even meegeven. Tussentijd ga ik lekker klaarmaken om naar de groep te gaan. Ik heb nog een minuutje. Ik had dacht, kan jij wel eerder eten? En daarna ga ik naar de groep. Want ik ga eten andijvie. Ik heb aardappels gehaald. Andijvie gehaald. Spekjes gehaald. Kaas gehaald. Dus ook trouwens lekker om doorheen te doen. En rookworst. En nu ga ik naar de groep. Daar zo om te eten. En dan zit ik lekker relaxed achter de computer.
Lekker YouTube te kijken, voetbal te kijken en met YouTube erbij. Eigenlijk een beetje meer YouTube dan. Maar ja, deze wil ik even mijn daar hebben. Ga ik dan maar even kijken. Zo, wat ik wel nu ga doen is even lekker relaxen achter de computer. Ben ik nu bezig. Wat ik ook weer heb gedaan is even nog bij de groep even drinken gedaan. Wat ik ook nog even ga doen is even water vullen. Al heb ik water bij de groep gedronken. Maar nu ga ik het maar zelf even drinken. Want ik heb echt behoorlijke dorst. Niet normaal. Droge mond. Heel snel. Zo. Oh. Wel even lekker hoor, fles water. Maar ja, even super leuk toch gehad. Even lekker relax. Even ontspannen nu deze keer. Door gisteren. En een slokje water nemen. Even lekker. Lekker gegeten en wel. Niet meer lekker. Voetbal kijken. Nederland tegen. Nee, Griekenland tegen Nederland. En ze kregen al penalty. En die hebben ze gemist. En bijna rust. Dus ja. Ik denk dat ik de tweede helft lekker in bed ga kijken. Al is het nu al 10 alweer. Ik ga nu even snel dingen doen op de computer. En dan lekker klaarmaken daarna om te slapen. Maar ja, tot zo meteen pas. Nu even lekker voetbal kijken nog. En Twitch. Ja, bij Nederland is het rust, weet je. Ik ga lekker klaarmaken om naar bed toe te gaan. Een paar video's op mijn computer en dan ga ik lekker in bed liggen. En lekker slapen. Want het was alleen maar te laat. Gisteren was het al te laat geworden. Ik ga nu eens even lekker tijd slapen. Al is het bij over een kwartiertje, al 10 uur. Ik ga lekker dan slapen in bed. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop jullie in ieder geval deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou ik het top vinden als je je beneden abonneert. En dan zeg ik alvast veel kijkers in een nieuwe vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij laters. En dan ga ik richting mijn oude straat in de buurt. Oh god, daar gaan we beginnen. Wat is dit? Wat is dit? Ik ga high five praten. High five? Oké, dat wil ik zien. High five?